Deze beschouwing is een bespreking van twee vragen die ik gekregen heb als in een reactie op beschouwing nummer 38. En die heet De link tussen het Vaticaan en Zwitserland. Erg leuk. De reactie is erg leuk. En ik krijg wat vaker reacties. Dat zijn mensen die lopen een beetje, ja, gewoon, hoe moet je het zeggen? Ja, niet zo heel belangrijk. Ja. Ze gaan niet inhoudelijk in. En ze stellen zeker geen vragen. En iedereen die wil reageren op YouTube, die moet een eigen YouTube-kanaal hebben. Dus dat hebben ze dan ook. En dan klik ik erop en dan zie ik, dit kanaal heeft geen inhoud. This channel does not has any content. Zo. Nou, ik denk dat die breintjes van die mensen ook geen inhoud hebben. Ik pak even mijn theekopje. De reactie die ik gekregen heb, die is van Rip Hop. R-I-P-H-O-P. En die heeft dus ook een YouTube-kanaal. En voordat ik dan inga op zijn vraag, ga ik eerst even stilstaan bij zijn kanaal. Want ik was aangenaam verrast. Rip Hop is een echt kanaal. En Rip Hop is een afkorting van realiteit is progressie, hopend op perfectie. Kijk. Het lijkt mij een broeder. Ik begrijp het in één keer. Realiteit is progressie. Dat klopt. En perfectie, dat is iets waar je op kan hopen. Meer niet. Geweldig goed. En er staan hier een aantal video's op. Hij heeft 23 abonnees. Nou, de man ligt mij op de hielen. En er zitten er ook een aantal bij. Dat zijn hele leuke liedjes. Heeft hij die zelf gemaakt? Dat zou kunnen. Ik heb er net eentje geluisterd. Maar dat weet ik dus niet. Er staat niet bij About wat het verder is of zo. En misschien dat hij nog een keer in een reactie, misschien wel op deze video, dat hij dan zegt, nou, ik heb een reactie. En dat hij daar wat meer over vertelt, over zichzelf. Dat vind ik leuk. Het ene nummer wat ik hoorde, dat was dan, volgens mij, het nummer Gadverdamme of zo. Nou, vond ik goed. Nederlandstalig. En dat lijkt me wel hip-hop muziek. Anyway, over hip-hop hopelijk later meer. Maar nu dan zijn reactie op mijn filmpje. En daarin zegt hij, ik denk zelf dat we het punt voorbij zijn dat we nog terug kunnen naar nationalisme. En daar bedoel ik geen fascisme mee. Door globalisering zijn de belangen van de verschillende spelers, en dan tussen haakjes sociëteiten, ik neem aan dat hij daar de bijvoorbeeld vrijmetselarij of zo mee bedoelt, ja. Ridders van Malta en zo, corporaties, banken en Vaticaan, dat somt hij dan even op, haakjes sluiten, aan elkaar verbonden. Ja. Dus door globalisering zijn de belangen van de verschillende spelers aan elkaar verbonden. Wel heb ik twee vragen. Wie denk je dat meer macht heeft, de zwarte paus of de witte? Mijn tweede vraag. In hoeverre denk je dat het uitgepland is en dat mensen er bewust aan meewerken om de nieuwe wereldorde een realiteit te maken? Kijk, dit noem ik nou een voorbeeld van tekst die geproduceerd wordt door handen die aangestuurd worden door hersenen die daadwerkelijk nadenken. Dat is gelijk 10 punten voor Rip Hop. Ik denk dat ik hem een abonnement verschuldigd ben. Nou, de eerste vraag. Wie denk je dat er meer macht heeft, de zwarte paus of de witte? Nou, dan even voor jullie om uit te leggen wat het verschil is tussen de zwarte en de witte paus. De witte paus, dat is de paus die je op tv ziet. Momenteel is dat paus Franciscus I. Die loopt in het wit.
Als je dat niet op was gevallen, dan, nou, dan heb je een probleem met je tv of zo. Maar zelfs op een zwart-wit tv kan je zien dat die man altijd in het wit loopt. Zo'n witte jurk heeft hij, ja, met een wit keppeltje op zijn kop. En, kijk, zwart met purple en scarlet, hè, paars en scharlaken. En af en toe een stukje wit erin. Dat is een priester. Een priester is helemaal in het zwart en die heeft dan zo'n wit dingetje onder zijn adamsappel zitten. En de paus die mag helemaal in het wit. Hè. Dat is de witte paus. De openlijke paus. En de zwarte paus, en het is nog een tijdje zo geweest dat... En de mannen die heette van Kolvenbach of zo. En die kwam uit Brabant. En Jurk Liesman die weet precies waar uit Brabant. Maar dat weet ik dan niet precies. Maar hij kwam uit Brabant. Dat is Kolvenbach. Die is de zwarte paus geweest, zo wordt het genoemd. Tot een aantal jaren geleden. En de zwarte paus is per definitie de hoofd of herderhoofd van de orde der Jezuïeten. En de orde der Jezuïeten die staat te boek als zijnde de militaire tak van het Vaticaan. Als de militaire tak van de katholieke kerk. Zou je niet denken dat de kerk dus een militaire tak heeft? Nou, bij deze weet je het ook. En als je me vraagt, ja, waar heb je dat vandaan? Dan zou ik het even vragen aan Jurk Liesman. Want dat is de wandelende bibliotheek van de Benelux in Duitsland. Die weet alles uit zijn hoofd. Om een tipje van de sluier op te lichten. De SS van Adolf Hitler. En Adolf Hitler was een marionet van het Vaticaan. Maar zijn SS, zijn Schutzstaffel... Die is vormgegeven qua organisatie, dus het organigram zeg maar, van de SS. Dat is gebaseerd op het organigram van de Jezuïeten. Dat heeft Hitler zelf nog heel trots verteld ergens. Maar als je het precies wil weten, Jurk Liesman, die staat hier onder deze uitzending. Ga je me even naar een van zijn kanaaltjes toe. Doe je even een reactie geven en you believe me dat Jurk reageert. En zo niet, dan moet je mij even dingdongen. Want ik kan Jurk direct bereiken via Skype en hij reageert binnen een dag. In de regel. Maar de Jezuïeten, dat is de militaire tak van het Vaticaan. Die orde die is opgericht in het begin van de 16e eeuw. Dat was na Maarten Luther. De stichter die heet Ignatius de Loyola. En het was een Spaanse aristocraat die iets vervelends heeft meegemaakt in de oorlog. Zijn been is verbrijzeld door een kanonskogel of zo. En die is toen helemaal doorgedraaid. Die is knettergek geworden. Die heeft iets verzonnen op het gebied van zelfkastijding. En dat als je jezelf maar genoeg kastijdt, dat je dan... de hemel open ziet gaan en direct contact krijgt met God buiten Jezus om of zo. Heel eng. Echt een scary jongen. Die Ignatius de Loyola, die heeft dus met opzet is die gaan slapen in een bed van iemand die daarin overleden was aan een of andere verschrikkelijke besmettelijke ziekte. En dan ging hij juist tussen die vieze lakens liggen van die gadverdamme. Als je er alleen maar aan denkt, dan draait je maag al om. Los van het feit dat die man daar een risico mee nam. Wat wees hij nou in die dagen van besmettelijkheid? Ja, hij wist dat het besmettelijk was. Maar welk risico nam die man? Ja, het kan ook in overlijden. En los van het feit, dat is hartstikke smerig. Dat doe je toch niet? En een andere van die, ze hebben zo'n club dat binnen het Vaticaan, het heet Opus Dei. Moet je ook nog wat meer over opzoeken. Dat zijn maar hele enge jongens.
En die Jezuïeten zijn enge jongens. En die Ignatius de Loyola, die is destijds naar de paus gestapt. En de paus had enorm last van het protestantisme. Wat naar aanleiding van die 95 stellingen van Martin Luther in Duitsland sky high ging. Omdat ja, de boekdrukkunst was uitgevonden een paar jaar daarvoor. Of tientallen jaren daarvoor. Dus de pamfletten die gingen welig in de rondte. En de paus die raakte kerk na kerk kwijt. Gebied na gebied. Die was zo chagrijnig als wat. Dan kwam Ignatius de Loyola. En die zei van, nou, ik heb een geweldig idee. Als we iedereen die nou niet katholiek is, nog één keer de kans geven om zich te bekeren. En als ze dan nee zeggen, dan maken we ze dood. Wat dacht je daarvan? Hé? Als je wil dat het katholicisme weer het leidende geloof wordt in Europa. Nou, dan wordt of iedereen katholiek, of iedereen die niet katholiek is, gaat dood. En in beide gevallen is het katholicisme uiteindelijk het leidende geloof. Oh ja, zei de paus, wat een goede wiskunde zeg. In andere woorden, Ignatius de Loyola, die kreeg met zijn club, inmiddels had hij een club, kreeg die carte blanche. En de inquisitie, want dat gingen ze dan doen, die was daarvoor, was het werk van de Dominicaners, als ik het goed herinner. En in Spanje had je de eigen inquisitie onder leiding van de Spaanse koning. Je weet wel, die koning waar Willem van Oranje, onze vader des vaderlands, niet echt vriendjes mee was. Nou, de Spaanse inquisitie bleef de Spaanse inquisitie, maar die Dominicanenorde, daarvan werd gezegd, nou bedankt, maar jullie hoeven niet meer. En wat jullie gedaan hebben, dat hebben we overgedragen aan de Jezuïeten. Zo werden ze dan genoemd. Ignatius de Loyola, zijn kling. Goedemorgen, met Perry Winkel. Oh, goeiedag. Ja, ik zat te wachten op je telefoon. Ja, sorry voor de onderbreking. Ik werd net gebeld en het was belangrijk, want ik ben aan het solliciteren. Ik heb het echt te bescheuren, man. Ik ben dus bijna 60. Sorry voor de afwijking, hoor. De afleiding. Zo, ik ben dus bijna 60. En ik heb een leven lang gewerkt in de ICT-industrie. Echt bij grote companies, eerste klas gevlogen, noem het maar op. En ik ben het beu, hè. Ik hou er wel van programmeren. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Dat zal ik ook, dat zal ik nooit meer ophouden. Dat zal ik altijd blijven doen. Maar niet meer in die pakken met die stropdassen en alles. En ik ben aan het solliciteren als desnoods maar huishoudelijke medewerker. Maar dan voor gehandicapte mensen. Dat is iets sociaals, zeg maar. Ja, en ik heb bingo. In die zin, woensdagochtend om 10:00 word ik geacht te verschijnen op een kennismakingsgesprek. Nou, als ik dat niet verpruts, dan heb ik een 0-urencontract. Mooi zo. En dan geniet 40 uur in de week natuurlijk. Daar heb ik geen zin in. Maar dat geld heb ik ook niet nodig. Ik heb me gespecialiseerd in heel zuinig leven. Dus. Maar dan terug naar die vragen van Ripop. De zwarte paus of de witte? Nou, de zwarte paus, dat is het hoofd van de Jezuïetenorde. Dat is het hoofd van de orde die verantwoordelijk was gesteld door de paus voor de inquisitie. Dus het vervolgen en daarmee vermoorden, martelen en vermoorden van iedereen die moeite had om katholiek te zijn. Dat is misdadig natuurlijk. Hè? Daar hoef ik de Bijbel niet bij te halen om aan te tonen dat dat gedrag van de Jezuïetenorde absoluut niet kan. Daar is geen excuus voor. En er zijn er mensen, die zijn Jezuïet, die zijn zich niet bewust van de organisatie waar ze zich bij aangesloten hebben. En die zijn uitermate dom. En je hebt mensen die wisten het niet, zoals Alberto Ribera, die man uit Zuid-Amerika. En die zat vol, vol goed gelovigheid bij de Jezuïeten. En die kwam erachter wat voor een club dat eigenlijk was. En die heeft aju paraplu gezegd tegen die lui. Die is vervolgens gaan klokken luiden.
En zijn vrouw die zegt dat Alberto Rivera, Rivera schrijf je op zijn Nederlands, met een V van Victor. Alberto en dan Rivera. Je kan hem zo vinden. Alberto Rivera en dan doe je Jesuit of zo. Hij spreekt verschrikkelijk lelijk Engels, maar daar kan hij niks aan doen. Het is een Spanjool. Je moet er even doorheen luisteren. Na een kwartiertje zijn je oren een beetje bijgedraaid en dan kan je hem verstaan. En zijn vrouw zegt dat hij vergiftigd is. Dus. Niet iedere Jezuïet daarmee is Kierenwiet. Want Alberto Rivera, ja, die is in Zuid-Amerika begonnen. En dat was allemaal in een dorpje. Ja, die kon het allemaal. Daar ga ik dus vanuit. Die kon dat niet weten. Als kleine jongen kon hij dat niet weten. En hij had als droom dat hij priester wilde worden. En dan ging het goed. En dan kwam hij hoger en hoger. Uiteindelijk zat hij dan bij de Jezuïeten. En ja, wist hij veel. Maar de orde aan zich, de echte insiders, die weten het wel. En die weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. En de baas van de Jezuïeten, zoals die Kolfenbach. Even kijken waar die man nou. Even kijken, Kolfenbach. Kolven met een V van Victor. En dan een Bach, net als Bach. Kolfenbach en dan Jesuit. Kolfenbach, Jesuit. Peter Hans heet hij. Peter Hans Kolfenbach. Hij is overleden in november 2016. En hij was hoofd van de. Oh, wacht even. En hij is geboren in Druten. Ja, ik weet waar dat ligt. Ik heb een vriendin gehad in Maden. Dat is niet ver van Druten. Dat is het westen van Brabant. Hij was de 29e superieure generaal. Superior General of the Society of Jesus. Hij is opgevolgd door Adolfo Nicolas Pagón. En hij was van die club van 1983 tot en met 2008. Toch dik 20 jaar, bijna 30 jaar. Nou, een hoge pief hoor. En hij was de opvolger van Arupe. En die kreeg een severe stroke. Dat is denk ik een hersenbloeding of zo. Anyway, die Hans Kolfenbach, Peter Hans Kolfenbach, die ging dan door voor de zwarte paus. Nou, en de vraag was, wie is er nou de baas? De zwarte paus, het hoofd van de Jezuïetenorde, of de witte paus, de persoon die iedereen kent als dat is de paus. En mijn antwoord is, het maakt niet zoveel uit. Waar het hier om gaat, is een beweging en die wordt genoemd in de Bijbel de Antichrist. En die beweging, die hun baas is Satan. Het is duivels. Het is een duivelse beweging. Neem nou Johannes Paulus I. Die is aangetreden. Ik pak het er even bij. Poop John Paul en dan First. John Paul First. Die is geboren in 1912.
die is op 26 augustus 1978. Dit weet ik nog heel goed. Dit. Volgens mij heb ik dat nog in de krant zien staan. Hoor. Want dit was precies de tijd dat ik naar Wageningen ging. 26 augustus, dat is de geboortedatum van mijn zwager. En 29 augustus ben ik jarig. En hij is op 26 augustus 1978 aangesteld. En 33 dagen later was hij dood. En we weten niet hoe het kan dat hij dood is gegaan. Het enige wat we weten is dat zijn huishouder, een vrouw, die kwam 's morgens vroeg. De Jezuïeten staan heel vroeg op. Die kwam 's morgens heel vroeg, kwam ze zijn slaapkamer binnen en met het ontbijt, een kopje thee of zo. En toen was hij dood. Dus hij is overleden in zijn slaap. Ja, maar mensen gaan niet zomaar dood tijdens dat ze slapen. Dat is vrij ongebruikelijk. Dus alle reden is er dan om een lijkschouwing te doen. Een autopsie op zijn Engels. Maar dat mag niet. In het geval dat iemand paus was bij leven. Dus als een gewoon mens doodgaat. Dan denk je, nou dit is wel gek zeg. Hij is geen keer in dood zitten. Ja, dan wordt zo iemand in de regel opengesneden. Maar als iemand dan het beroep of de functie van paus heeft uitgeoefend. Dan mag dat niet. Gek hè? Ja. Dat komt, er zijn nogal wat pausen die... ja. Goh, hij is dood. Hij is echt niet de enige hoor. Dus is de paus dan de baas? Nou, Johannes Paulus I is 33 dagen lang de baas geweest. En toen zei er iemand anders en die was dan kennelijk de echte baas. En die zei het is afgelopen. 1978. Dus even goed rekenen. Dus doe ik even. 33 plus 26 is 29, is 59. 59 min 31... Dat is dan 58, 28. Ja, dan is hij op 28 september 1978 was hij dood. Niet zo lang geleden dus. Ja. Dus ja, wie is er de baas in het Vaticaan? Een hele goede vraag. En dan nu, die man die nu de paus is, Jorge Mario Bergoglio... uit Argentinië. Die was de regionale hoofd van de Jezuïtenorde. Ja, in Zuid-Amerika. Een hele hoge pief binnen de Jezuïten. En die wordt een paus. Dus hoe moet je dat dan noemen? De grijze paus of zo? Omdat hij zowel wit is in openbarelijkheid... Terwijl hij was hoofd van de Jezuïeten Zuid-Amerika. Hij was niet hoofd van de McDonald's van São Paulo of zo. Nee, hij was hoofd van de McDonald's, van alle McDonald's van Zuid-Amerika. Een hoge pief, man. En die is nou paus. Jochel. Dus is hij dan wit of is hij dan zwart? Of is hij grijs? En om het nog maar erger te maken... ik hou die katholieken natuurlijk in de gaten. Ja, dat doe je ook. Ja, niet dat ik per se iedere dag zit te kijken... van wat hebben ze nou weer uitgefroten. Maar... ik kom ze natuurlijk wel tegen. Dat komt ook doordat ik naar Alberto Ribera heb gekeken... en aan YouTube zegt dan... oh, als je dat allemaal leuk vindt, dan wil je dit ook wel zien. Dan heb ik dus de John Henry Weston Show gevonden. En dan kijk ik af en toe naar... dat is een regelrechte katholiek. En hij is van de... noem het maar de orthodoxe club. Want die katholieken hebben in de jaren 60... het Tweede Vaticaans Concilie gehouden... om de katholieke kerk uit te breiden met de nieuw aangenomen zusterkerken. Te weten alle protestantenkerken. Hoe die protestantenkerken ooit mee hebben kunnen tekenen aan het Tweede Vaticaans Concilie, ja, is mij een raadsel. Maar dat hebben ze wel gedaan.
Daarom, als jij ooit van plan bent om toch naar een kerk te gaan, wat voor mij helemaal niet hoeft, maar je doet het voor de gezelligheid of weet ik veel wat, en dan kan je broodjes gaan smeren of koffie inschenken en een leuk liedje zingen of zo. Ja, ik wil er niet zo denigerend over doen, maar als jij wat kan doen voor een kerk, dat je denkt, nou, ik wil wat doen voor een gemeenschap, voor een ecclesias of zo. Want als je een bijbeluitleg wil hebben, dan denk ik, ja, waarom? Lees je Bijbel, man. En als je het saai vindt om in je eentje de Bijbel te lezen, dan nodig je toch een paar vrienden uit. Of vriendinnen. En dan ga je toch samen de Bijbel lezen. En als er dan iets ingewikkelds in staat waar je helemaal geen pindakaas van gaat bakken, dan kijk je op internet. Serieus, hoor. Ik had een keer een probleem met Marco, dat ik er niet uitkwam met Numeri 31. En ik dus naar Jurk toe skypen van, Jurk, kan je me helpen? En Jurk zo van, nee. Doe je zelf maar. De Bijbel is zelfuitleggend. Nou, toen kwam ik er nog niet uit. En toen zei Jurk, oké, dan leg ik het wel uit. Nou, dan moet je zo begrijpen. Ik zei, oh, zo. Ja, zei hij, zo moet je het begrijpen. Ik zei, oh. Anyway, maar als je bij een protestante kerk gaat, als je bij een kerk gaat, moet je bij een protestante kerk gaan. Anders moet je het niet doen. New Age toestanden, niet aan beginnen, slaat nergens op. En je moet een bijbelgelovende club hebben. En, nou, die moet dus protestant zijn. Maar ik zou vooral even vragen, van, heeft jullie organisatie meegetekend met Vaticaan 2? Zo ja, dan zeg je, nou, ga je misschien één keertje langs, omdat je, ja, je hebt zoiets half-half beloofd. Dus dan kom je één keertje langs, maar daarna niet meer. Ga je op zoek naar een kerk die daarvan verschoond is gebleven. Anyway, die protestanten hadden nooit mee mogen tekenen met het Vaticaans Concilie, dat tweede concilie uit de jaren 60. Aan de andere kant, binnen de katholieken is daar ook een groot probleem mee. Want wat krijgen we nou? Dan komen al die boerenheikneuters van die Maarten Luther volgelingen, die komen er een beetje bij. En dan moet de mis, die moet in verstaanbaar Duits en verstaanbaar Engels. Ja, nee, maar wij willen terug naar het onverstaanbare Latijnse gewauwel. Ja, waarom die mensen dat willen, is mij een raadsel, maar ze willen ze. Ja. Ze noemen zichzelf orthodox of fundamentalistische katholieken of zo. Nou, en andere dingen, daar ben ik het met ze eens. Ze houden niet van homohuwelijk en ze houden niet van abortus. En gaan we even door, hè? Ja, dat ben ik allemaal met ze eens, natuurlijk. En die hebben mot, die club die heeft mot met Franciscus, hè? Dat zegt John Henry Weston. En John Henry Weston, als je zijn kanaal opzoekt, dan kan je zien dat dat wordt gefinancierd. Je zou denken, ja, Perry, jij toch ook, want je hebt zoveel uitzendingen gemaakt. Ja, maar ik maak die uitzendingen vanuit een IKEA-bed wat al lang afgeschreven is. En trouwens, in het matras zit een kuil. Ja, mij hoef je niet te onderhouden. Ik zit met thee te drinken en zo. En ik heb ook geen camera. Hè? Maar John Henry Weston, die zit in zo'n hele luxe omgeving. Dan gaat hij een kruisje slaan en zo. Ja, die wordt betaald, man. Er zit poen achter. En die vertelt dat ze die uitspraken van Franciscus de Eerste, want die heeft er nogal wat op zijn kerfstok, hè. Dat er dus mensen zijn geweest van, hey, maar de paus, die is toch onfeilbaar? En hoe kan die dat eens zeggen? Maar ja, maar moeten we daar nou niet mee? Moeten we daar nou niet mee? Want sinds paus Pius de Negende of zo, is alles wat de paus zegt, dat is dus absolute waarheid. Want de paus is onfeilbaar. En de paus heeft een aantal dingen eruit gevloept, jongen. Nou, je kan moeilijk zeggen dat hij besopen was, maar zo klonk het wel, hè, in de ogen van die orthodoxe katholieken. Die terug willen naar de oude tijd van voor het Tweede Vaticaans Concilie. En weer lekker de mis in het Latijn. En je mag alleen maar meedoen aan de mis als je van tevoren gebiecht hebt. Vergeef mij, vader, want ik heb gezondigd. Nou, kom maar op met de smerige details. Want zo ging dat, hè, bij de biecht. Ja, je. Nou, en die John Henry Weston heeft gezegd dat er afgesproken is dat
Ja, ze kunnen gewoon... nog even terug over dat onfeilbare. Wat ze nou gezegd hebben van ja, alles wat de paus zegt, dat is dan onfeilbaar en zo. Dat is altijd waar. Maar dat is alleen maar als hij dat zegt terwijl hij zit met zijn billen, met zijn pauselijke billen, in de heilige stoel. Dus hij moet zitten met die billen op dat kussen van de heilige stoel. Dus als die half is opgestaan en hij zegt frikandellen zijn lekker of zo, dan geldt dat niet als onfeilbaar. Want dan zat hij niet in de stoel, snap je? En als hij bezig is om te gaan zitten in die stoel en hij hangt nog ietsje, zeg maar een paar centimeter met zijn pauselijke billen boven het pauselijke kussentje. En hij zegt dan iets over homo's. Dat hij bijvoorbeeld zegt van, nou ja, homo's zitten onder de grootste vrienden van mij en ik ben de plaatsvervanger van Jezus Christus, dus homo's waren de grootste vrienden van Jezus Christus. Dan heeft hij dat gezegd terwijl zijn billen nog niet op het kussentje zaten. Katholiek, jongen. Hij is anders zijn van die club. Anyway, er is dus binnen het Vaticaan vanuit die orthodoxe hoek hebben ze er schoon genoeg van gekregen. En het liefste zouden ze misschien wat Franciscus hebben bedankt. Maar, nou jongen, ja, het is leuk geweest. Maar jij gaat maar net zo doen als, wat is dat, Benedictus de 16e of zo. Die leeft er nog en die is afgetreden. Dat kan helemaal niet. Dat is ook zoiets, dat is een schandaal. En Benedictus, die zit nou ergens in Vaticaanstad, weet ik veel, achter de begonia's of zo. Ik weet niet wat die man doet. Geen huishoudelijk werk mag ik aannemen. Nee, laat dat maar aan mij over. Nee, geinen. Maar ze konden hem niet wegsturen, want hadden ze met Benedictus al gedaan. En Johannes Paulus de Eerste was vergiftigd, want het is natuurlijk met Johannes Paulus de Eerste gebeurd. Wat is dat nou? Nou, Johannes Paulus II, die is netjes normaal overleden. Nou, die 16e Benedictus, die is teruggetreden. Dat kan dus helemaal niet. En dan de opvolger van Benedictus ook weer terugtreden. Ja, het wordt een beetje te bont, hè? Dus dat hebben ze dan volgens John Henry Weston opgelost. Door tegen hem te zeggen, nou weet je wat, jij mag je witte jurken mag je houden. Je mag nog steeds Orbi et Orbi lopen brullen. En je mag in je pausmobiel gaan zitten en een beetje wuiven naar het volk. Dat is allemaal geen enkel probleem. Wat je zegt, ja, dat moet je zelf maar weten. Maar laat de beslissingen en de politiek en alle keuzes en zo, laat het maar over aan ons. Een driemanschap heeft er zitting genomen. En die doen dan met z'n drieën de maatregelen afkondigen die wij niet horen, by the way. Dat gebeurt allemaal achter de schermen. Dus ja, wie is er de baas? Ja, Satan natuurlijk. En wie dan de wil van Satan uitvoert, ja, dat maakt Satan geen donder uit. Op zijn Bijbels gezegd dan. Hè? En ik vind dat je deze vraag die dan gaat over het Vaticaan en alles. Als je het Vaticaan zegt, dan zeg je de Bijbel, zonder meer. Dus ik weet niet wie de baas is. Ja, ik weet het wel. Qua mens weet ik het niet. En ja, qua fenomeen is het is de kerk van Satan. Satan, sorry. De synagoge van Satan. Dus even kijken wat er staat in de... synagoge van Satan. Komt hij al? Synagoge Satan, nee, staat er al wel. KJV stond er net. Synagogue of Satan, ja, precies. Revelation 3:9. Ik pak eventjes mijn statenvertaling erbij. Ik kan er niks aan doen, ik moet toch even reclame maken. Maar mensen, bij boekhandel De Fakkel... Daar hebben ze statenvertalingen te koop. Eén serie is opgesteld in het ouderwetse schrift. En die gaat over de toonbank voor €14,50. Ik weet niet of ze er nog zijn, maar...
Ik zou gaan voordat ze op zijn. Even kijken hoor. Wat staat hier? 3 vers 9. En ik heb er hier één in handen. €14,50. Dat is geen geld voor een boek van meer dan 1200 pagina's. En dan reken ik nog niet eens de kaartjes en plaatjes erbij. Hier, Openbaring 9. Openbaring 3 vers 9, sorry. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans. Dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Jojo, de synagoge van Satan. Nou, in dit geval zal de paus niet zeggen dat hij Jood is, maar... Maar je begrijpt het idee. De paus zegt dat hij een christen is. En dat is hij ook niet. En de paus zegt dat hij de plaatsvervanger is van Jezus Christus. En dat is hij helemaal niet. Kortom, de paus is een leugenaar. Een dienaar van Satan. Nou, en dan krijg je de tweede vraag. Van Riphop. In hoeverre denk ik dat het uitgepland is en dat mensen er bewust aan meewerken om de nieuwe wereldorde een realiteit te maken? Nou, het is uitgepland. En mensen werken er bewust aan mee. Ze kunnen niet alles plannen. Sommige dingen hebben ze niet in de hand. Maar ze zijn erg creatief wat dit aangaat. Of moet je zeggen, niet aflatend. Dat is denk ik beter. En als ze beginnen iets en als ze dan een tegenslag hebben. En dan degene die denkt, we redden het niet. Ja, die wordt gewoon afgezet, wordt vermoord. En dan heb ik een ander voor in de plaats. De organisatie werkt door. Ze eten hun eigen kinderen op. Hè. Letterlijk zelfs. En zoiets als de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, dat is die blauwdruk daarvan. Die is opgesteld in de 19e eeuw in een brief van Albert Pike aan Mancini. Albert Pike was een Freemason, een vrijmetselaar, van Mason op zijn Frans. En vrijmetselarij, dat wordt wel genoemd de protestante tak van de katholieke kerk. Het is een vorm van oppositie aan de katholieke kerk, enerzijds. Hè? Dus de vrijmetselarij heb ik het over. En aan de andere kant wordt dat gestuurd. Dus het is oppositioneel, maar beperkt. Niet te bond natuurlijk. Dat is de vrijmetselarij. En dat Pike was daar een hoge pief. En Mancini was ook een vrijmetselaar. En die heeft dat plan geopenbaard in die brief. En als je dan kijkt naar de uitvoering van de Eerste Wereldoorlog en de uitvoering van de Tweede Wereldoorlog, dan past dat vrij behoorlijk hoor. Het is er gelukt. En beide oorlogen zijn veroorzaakt door het Vaticaan. Het voert nu te ver om dat allemaal te gaan uitdiepen. Maar ik kan Jork nog een keer vragen om met mij dat te bespreken. Dat wil hij wel vertellen. Jork is Duitser. Dus het gaat hem aan het hart dat het zijn land is wat misbruikt is voor twee wereldoorlogen. En iedereen is dan boos op die Duitsers. Ja, doen die Duitsers. En we willen onze fietsen terug. Ja, je moest eens weten wat die Duitsers is aangedaan. En hoeveel Nederlanders liepen er wel niet mee met de NSB, homo. Dus mijn tweede vraag, in hoeverre denk je dat het uitgepland is en dat mensen er bewust aan meewerken? En dan als vervolg om de nieuwe wereldorde een realiteit te maken.
Ja, daar werken mensen heel bewust aan mee. En de nieuwe wereldorde, ja, dat is een kreet. Dat is de wereld, die is de wereld ingeslingerd door George Herbert Walker Bush. Die man die is kort geleden overleden. De vader van George Walker Bush. De zoon van Prescott Bush. Prescott Bush die zat in de raad van bestuur van de Amerikaanse bank. Die toen is gevraagd om de bouw van Auschwitz te financieren. Toen hebben ze gekeken. Ja, daar kunnen we wel geld in stoppen. Maar wat levert het op? Want die, ja, maak je wel met die barakken. Ja, dat snap ik wel. En dan moet de prikkeldraad omheen. Maar wat levert het op? Wat levert het op? Nou, toen kregen ze het hele plan te zien dat ze dat vol zouden proppen met Joodse mensen en andere mensen waar ze liever vanaf wilden. En die zouden dan te werk gesteld worden in fabrieken daar in de buurt. Oh, dan levert het wel wat op. En wat schuift het in? Nou, anyway, dat was een lucratieve deal. Dus die grote bank waar Prescott Bush in, de raad van bestuur zat. En die hebben de handtekening gezet. En die hebben dat geld verstrekt. Toen is Auschwitz gebouwd met die poen uit Amerika. Ja. Zoals je wil weten waarom de Amerikanen, de geallieerden, nooit een concentratiekamp gebombardeerd hebben. Nou, bij deze het antwoord. Die waren gebouwd, in dit geval Auschwitz, was gebouwd met Amerikaans geld. En je gaat er geen bommen gooien over iets wat je zelf hebt gefinancierd, of wel? Anyway, die George Herbert Walker Bush, die net nou overleden is, die heeft die term de New World Order in zo'n belangrijke speech de wereld ingeslingerd. En trouwens Gorbachev, die Russische medewerker van die club, die heeft die term ook gebruikt hoor. En nog wel meer mensen. Het is een soort marketingkreet. Je kan ook zeggen, er is een wereldorde. En die wordt machtiger en machtiger. Maar je kan denk ik ook wel zeggen dat ze momenteel op het hoogtepunt zitten van hun macht. Want wat moeten ze nou nog meer onder de knie krijgen? Of onderwerpen, moet ik zeggen. Wat moeten ze nog meer op de knieën krijgen? Wie dan nog? Heel Europa ligt op de knieën? In Nederland, we hebben geen oppositie meer. Je kan mij niet vertellen dat Thierry Baudet en die clown met zijn geblondeerde haren, dat de redders van het vaderland zijn. Thierry Baudet met zijn heilige bespiegelingen over het vrouwelijk orgasme. Ja, ga toch weg. Dat hoort een regeringleider toch helemaal niet te doen. Ik wil die man niet als premier. Ja, van de premier van Nederland. Ja, die vindt dat jij best kan klaarkomen vaginaal. En dat je niet een clitoraal orgasme nodig hebt, hoor. Ja, niks ten nadele van Thierry Baudet. Maar goed, wij liggen totaal op de knieën. Duitsland ook, België ook, Engeland ook. Amerika is totaal overgenomen door de paus. Dus ja, wat wil die man nog meer? China is al van hem. Vietnam, zuiden van Vietnam had hij een beetje een probleempje met zelfstandige geloofseenheden. Daar was het dan op boeddhistische grond. Nou, dat vond hij allemaal heel vervelend. En dan heeft hij heel vriendelijk gevraagd aan Amerika van willen jullie dan namens mij eventjes Zuid-Vietnam kapot gaan helpen? Onder de mom, onder het mom, dat je Noord-Vietnam gaat pakken. Maar eigenlijk gaat het om Zuid-Vietnam. En nou, die Amerikanen zeiden, oh ja, dan gaan we even 30.000 van onze jongens, laten we daar creperen in een oerwoud. Onder het mom dat we communisme gaan bestrijden. Terwijl het eigenlijk ging tegen de volksbeweging van Zuid-Vietnam. Ja. Die wereldorde die is er. De Verenigde Naties is er. Ja, je kan nog een beetje wat dingen gaan doen met een Europees leger. Maar ja, kijk, je hebt al een wereldleger. Hè? Die Verenigde Naties, jongens. Wat denk je, dat is toch een wereldleger of wat? Die hebben toch lekker kinderen verkracht in Afrika? Nou, dat is precies wat de paus wil. Ja, dan kan je nog een Europees leger gaan doen, maar ja. Ja, dan heb je Amerikaans leger, Europees leger, dan heb je nog Chinees leger. Nou, dan kan je die legers nog gaan samenvoegen. Dan heb je een internationaal leger. Maar tegen wie moeten die gaan vechten? Tegen de Marsmannetjes? Nee, vindt. Dus het gaat om een wereldorde.
En die orthodoxe christenen, dus niet orthodoxe katholieken, maar dat noemen ze maar orthodoxe, fundamentalistische, bijbelgelovende christenen, waar ik veel naar luister en veel naar geluisterd heb, die noemen het meest muilend de oude wereldorde. Het is de wereldorde waar we sinds Maarten Luther achtergekomen zijn. Op grote schaal dan, hè? Maar voor Maarten Luther wisten we dat ook, hoor. Iemand als Jan Hus uit Tsjechië, die wist dat ook. En zijn volgelingen, de Hussianen. En in Engeland had je ook nog wat namen die allemaal op de brandstapel zijn beland. Ja, niet zonder gezegd te hebben dat het ging om een wereldorde die niemand wilde. Dus. En dan krijg je de gelijke, denk je dat mensen er bewust aan meewerken? Ja, ja. En er zijn mensen die werken er onbewust aan mee. Want iemand als Maarten Luther, die werkte er onbewust aan mee. Tot hij in 1517 zat het hem helemaal tot hier. Tot hier en niet verder. En toen werd hij pissed off. En dan heeft hij die 95 stellingen op die deur van die kerk getimmerd. Maar voor die tijd was Maarten Luther werkte hij onbewust mee aan die wereldorde. Ja. Er zijn heel veel mensen die werken er onbewust aan mee. Die John Henry Weston, waar ik het net over had, hè, die dan zich ergert aan dat frivole gedrag van de Heilige Vader. Die is zich niet bewust waar hij aan meewerkt, dat geloof ik niet. Ik ken zo'n vrouw hier in Arnhem en ik dacht eerst dat ze gewoon christelijk was, maar inmiddels ben ik erachter, die mafketel, die is katholiek. Dan kan ik zien naar Facebook-postjes. Ik ben eens Facebook-vriend van haar. En dan heeft ze weer wat. Er weer een stelletje kerels in een jurk. En die vieren weer de heilige Martinus huppeltje pupdag. En dan eten we allemaal een boterham met aardbeien of zo. Want de aardbeien is het symbool van de heilige Martinus. Ja, ik verzin het maar even, hoor. Ik zag het maar aan mijn duim, dat je niet denkt dat het waar is. Dan denk ik van, oh, ben je er zo een. Ja, zij weet ook niet waar ze aan meewerkt. Ja. Onbewust werkt ze eraan mee. Ja. En mensen die atheïst zijn, bijvoorbeeld. Onbewust werken ze eraan mee. Zonder meer. Tuurlijk. Voor iedereen die de inhoud van de Bijbel niet begrijpt, terwijl die dat wel kan. Iemand die is geboren zonder weet ik veel wat. Die kan alleen maar eten en poepen. Ja, die kan dan de Bijbel niet begrijpen. Ja, dat kan je bijna niet voorstellen eigenlijk. Hè? Ik bedoel, iemand die met Down-syndroom geboren is, ja, die kan de Bijbel begrijpen, mag ik aannemen. Maar dus als je de Bijbel kan begrijpen en je doet dat niet uit luiheid of uit onwil of uit wat dan ook, nou, dan werk je onbewust mee. Want het hele gebeuren van die wereldorde, dat is één grote bestrijding van het begrip anarchisme. En ik ben een bijbelgelovende christen, dus per definitie, in het woord, ben ik een anarchist. Een anarchist betekent letterlijk dat ik geen leider accepteer. Argon betekent leider, heerser. Nee, ik heb maar één heerser. En dat is de baas van de hemel en de aarde. Dat is mijn baas. Voor de rest kan iedereen mijn rug op. Voor de rest heb ik met mensen contracten. En ik wil graag de inhoud van een contract zien voordat ik een handtekening zet. En ik zal graag de inhoud willen zien van alle contracten die ik impliciet getekend heb doordat ik Nederlander ben. Ik ben Nederlands geboren. Nou, wat is dan mijn contractuele toestand met de overheid? Gij zult belasting betalen tot u sterft of zo? Het staat ook ergens in de wet. Iedere Nederlander dient de wet te kennen. En dat is belachelijk. Dat kan helemaal niet. Het kost een studie van 4 jaar en dan ben je nog maar net afgestudeerd advocaat. Dus we moeten iedereen gratis van de overheid 4, 5, 6, 7, 8 jaar lang mogen studeren om de Nederlandse wet te leren kennen?
ik ben een bijbelgelovende christen. Ik maar één Heer. En die is de baas van de hemel en de aarde. En zijn zoon heeft hij gestuurd. Is voor ons gestorven. Allemaal, nou, aan de ene kant is dat niet leuk. Aan de andere kant is dat geweldig. En voor de rest, ja, accepteer ik natuurlijk een, ja, mensen in functie of zo. Ja. Ik heb het ook wel gehad. Er gingen we schaken in de kroeg. En al een partijtje drank erbij, man. En dat ik zei, er wilde iemand nog een potje. Dan zei ik, nou, dat is goed. Maar dan moet er wel iemand bij komen zitten om te controleren of we wel legale zetten doen. Want ja, ik kan behoorlijk... Ik heb heel veel gesopen, maar... Toen soop ik nog. Ik kan er wel tegen, maar mijn tegenstander is ook dronken. Nou, het is wel handig dat er iemand toezicht houdt. Hè? Ja. Want anders is het niet leuk. Dan sta je plotseling op een stelling en denk je... Hé, hoe kom ik nou aan twee witte lopers? Want dat kan niet. Hè? Je hebt één witte loper en één zwarte loper. Als je wit bent of zwart bent. Hè? In beide gevallen heb je een loper die staat op witte vlakjes. En je hebt een loper die staat op zwarte vlakjes. En je hebt geen twee lopers die van allebei van hetzelfde vlakje zijn. Dat kan niet. Dan is er wat fout gegaan. Ja, en als je dat dan aantreft, denk je flop. Nou, dan stel je een toezichthouder aan. Dan moet er iemand bij komen zitten. En die moet het even in de gaten houden. En ik heb nog meegemaakt dat er niemand bereid was om toezicht te houden. En dat ik tegen mijn vriend zei van nou, dan gaan we niet schaken hoor. Dan zie ik er nou alweer van komen. Dan hebben we naar 14 zetten. Is het een puin op het bord. En dan kunnen we alsnog de boel gaan opruimen. Kom, weet je wat we gaan doen? We gaan doorzuipen. Dat is veel gezelliger. Gaan we morgen weer schaken, ja? Kijk, ik heb helemaal geen moeite met een toezichthouder. Maar die is contractueel aangesteld. Ja. En niet een heerser die... Zoals koning Willem-Alexander. Ja, ik vind hem aardig. Nou, ik weet niet eens of ik hem aardig vind. Ik denk het niet, maar... Nee, ik heb niks met die man. Echt helemaal niks. Ik heb ook niks met het instituut. Nee. Ik vind het raar. Ik vind het afwijkend. Beter hadden we dat niet. Dat is wat ik vind. Omdat ik een bijbelgelovende christen ben en dus een anarchist. En dan toezichthouder, nogmaals, dat mag wel, maar onder contract. Heb je? Hey, nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik deze twee vragen van Riphop goed heb beantwoord. En ik hoop dat hij nog een keer reageert. En anders, ik ga me abonneren op zijn kanaal. Want ik vond dat ene filmpje, dat muziekje, vond ik keigoed, moet ik zeggen. En misschien dat hij nog een keer met mij aan de lijn wil komen. Dan mag hij ook wat zeggen. En of hij een christen is of niet, dat interesseert me helemaal niet. Want ik ben een christen en ik sta open voor iedereen. Echt iedereen. Zelfs een katholiek. Ja? Je moet alleen geen seks willen met kleine kinderen. En je moet het ook niet ooglakend goedkeuren. Dan gaat het mij te ver. Ook geen seks met dieren, vind ik ook vies. En andere dingen vind ik ook vies. Maar als je verder geen vieze dingen doet, ja, dan maakt het mij niet uit. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, als je pindakaas eet met jam, dat vind ik vies. Nou, dat mag je van mij gewoon hoor. Pindakaas met jam, als jij dat lekker vindt, doe het lekker op je boterham, joh. Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ben reuze in mijn nopjes met mijn sollicitatiegesprek. En deze toffe vragen van meneer Riphop. En op zijn hamburg zag ik tjus en dag lieverds.